Meer dan 2 miljoen mensen bezochten dit jaar de Floriade. Daaronder vele duizenden Nederlanders met een fysieke beperking. Een groep voor wie zo'n bezoekje niet vanzelfsprekend is. Als je aan een rolstoel gebonden bent, kan vervoer regelen naar Venlo al een lastige opgave zijn. En hoe verplaats je je over zo'n gigantisch tentoonstellingsterrein? Ik ben er geweest bij Floriade 10 jaar geleden, maar toen was ik nog goed. En nu kan ik lekker met de zonnebloem mee. Onze missie is om ervoor te zorgen dat ook mensen met een fysieke beperking, jong en oud, mee kunnen blijven doen. Dat ze sociaal actief blijven. De kans krijgen om gewoon leuke dingen te doen. Net als iedereen. Daarom gingen we met de Rabobank Foundation om tafel zitten. Het begon met een idee. En gaandeweg is dat idee steeds mooier en groter geworden. Ons doel, in het begin kan ik me herinneren, was we bereiken 20.000 gasten vrijwilligers. En dat we er uiteindelijk 34.000 hebben bereikt. Ja. Applaus voor de zonnebloem, zou ik zeggen. Ja. Inderdaad, 34.000 vrijwilligers en mensen met een fysieke beperking hebben we een onvergetelijke dag kunnen bezorgen. Ze werden opgehaald en thuisgebracht. Werden van deur tot deur begeleid door onze enthousiaste zonnebloemvrijwilligers. Dat er ongeveer 15.000 vrijwilligers hebben meegedaan aan dit project. Met onze partners zorgden we voor rolstoelen, professionele begeleiding, een compleet verzorgde lunch. Alles wat nodig was, kortom, om ze een zorgeloze, leuke dag te bezorgen. Schitterend. Ik heb een ongelofelijke indruk tot nu toe. Nou, op school kwamen ze vrijwilligers werven. En nou, het leek me gewoon heel leuk om mee te gaan. Geweldig, geweldig. Het is uniek in Nederland, zeg ik altijd. De mensen zie je ook gewoon helemaal opbloeien als ze een dagje weg zijn. Er waren ook hele ontroerende reacties van gasten die zeiden, we zijn al een paar jaar niet meer weg geweest. En we hebben echt genoten van deze dag.